bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een super leuke video waar jullie echt heel blij mee gaan zijn. Want ik ben voor deze producten doodbericht door jullie. Jullie hebben mij met z'n allen massaal laten weten dat deze twee paletjes er zijn bij de Action. Dus ik heb ze gehaald en ik ga deze uitproberen. Dit zijn hele felle paletjes als ik het op zijn zachtst uitdruk. En jullie hebben mij echt compleet massaal met z'n allen bericht hiervoor. Ik had ze niet gezien in de Action, dus bedankt voor al jullie berichtjes. Anders had ik ze niet eens gezien. Dus ga vooral door met mij te spammen met producten die jullie willen zien. Want ik haal ze met plezier voor jullie. En dan weet ik ook gelijk wat jullie willen zien. Dus deze paletjes ga ik vandaag proberen. Het zijn betaalbare paletjes, want ze zijn van de Action. Action is altijd betaalbaar. En ik ben super benieuwd hiernaar. Want ik hou altijd van betaalbare make-up, zoals de meeste van jullie ook weten. Dus ik ben heel enthousiast over deze paletjes. Het zijn ook hele kleurrijke paletjes, dus ideaal voor de zomer. Het is nou zomer, het is super warm, obvious, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Als je weer mijn ventilator hoort op de achtergrond, I'm sorry. De ventilator die ik echt er nou heb staan is de ventilator van beneden en dit is een luxe ventilator en die maakt een stuk minder geluid. Mijn andere is kapot gegaan. Ik heb die hier net op de grond laten vallen, dus ik moest nou helemaal die andere halen. Super annoying, maar that's my life. Maar goed, wij gaan dus vandaag deze paletjes proberen. Ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan, zoals je kunt zien, want dan kunnen we gewoon gelijk beginnen aan de ogen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Abonneer en like zeker voor deze video, want ik zit hier in de zolder doodgaan in de hitte voor jullie. Maar goed, dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, haarbandje in zoals altijd. Ik heb ook weer een leuk fel haarbandje die perfect past bij deze felle video. En we hebben vandaag neon. Dit zijn neon paletjes. Je hebt er twee, dus ik heb ze gewoon allebei gehaald. Deze paletjes zijn belachelijk goedkoop. Ze zijn slechts €1,50. Dat slaat echt letterlijk helemaal nergens op. Ik snap niet hoe jij make-up kunt uitbrengen, make-up kunt maken voor zo'n lage prijs. Maar dat zijn ze dus. Ik heb ze nog niet geopend zoals je kunt zien. Dit zijn de verpakkingen. En hier achterop staan ook de kleuren. Dit zijn ook echt totale dupes van de paletjes van Huda Beauty. Ik heb ook W7 dupes van die Huda Beauty paletjes. Ik vind persoonlijk, ik heb die Huda Beauty paletjes. Ik heb er twee. Zij heeft er drie uitgebracht en ik heb er twee. Ik had ze ook in een video getest. Ik vind ze mooi. Ik vind ze niet zo. Ik vind ze zeker niet de hoge prijs waard. Die van W7 vind ik gewoon echt bijna even goed. En die zijn super goedkoop. Dus ik ben nou ook benieuwd naar deze. Want deze zijn zelfs nog goedkoper dan die van W7. Ik ga sowieso vragen krijgen over wat ik op mijn lippen heb. Ik heb mijn Sweet Tea Lip Pencil van Morphe op mijn lippen. En deze Matte Liquid Lipstick van Pixie in de kleur Posh Nude. Dit is echt een van mijn favoriete nude matte liquid lipsticks. Deze is echt geweldig. Deze zijn by the way van Fab Factory. Fab Factory is een make-up merk die te koop is bij de Action. En de paletjes heten Tropical Beauty. Ik zie alleen geen individuele namen staan ofzo. Waarom zitten deze kwastjes er nog bij überhaupt? Wie gebruikt dit jongens? Nou, dit zijn dan de twee paletjes. Een fel groene en een fel oranje kleur. Op de achterkant staat niks. En dit is dan het neon groene paletje met heel veel felle kleurtjes zoals je kunt zien. En er is een spiegel. Dat vind ik echt heel knap. Want dit paletje is super goedkoop. En meestal bij goedkope paletjes zit er echt absoluut geen spiegel in. Je hebt allemaal matte en glanzende kleurtjes. En dit is dan het oranje paletje. Ik vind dit paletje zelfs nog feller. Ik vind dit paletje er ook echt beter uitzien, ook met de spiegel. En ook weer een mix van matte en glanzende kleurtjes. Mensen, mag ik gewoon even heel eerlijk met jullie zijn? Gewoon even tussen ons gewoon. Ik vind ze er niet heel veel beloofd uitzien. Ze zien er een beetje crappy. Ja, niet crappy. De paletjes zijn gewoon mooi. Het zijn goede paletjes. Maar ze zien er een beetje goedkoop uit, wat ze ook zijn. Maar ze zien eruit alsof ze niet heel goed gaan presteren. Dat is obvious gewoon een vooroordeel, want ik heb ze nog niet gebruikt. Ik ga even een paar swatchen. Ze swatchen echt ontzettend poederig. Vooral die matte kleurtjes. Dit zijn dan even drie swatches. Op zich best wel wat pigment. Dus dat is wel chill. Maar wel echt een beetje poederig. Ik ga ook even een paar van dit groene paletje swatchen. Zo, dit zijn dan swatches van het groene paletje. Zo, als je al gelijk kunt zien, dit groene paletje presteert echt minder goed dan het andere paletje. Ik kon het ook al gelijk zien toen ik de paletjes zag. Je kon al gewoon gelijk zien, oké, dit groene paletje is iets beter, minder goede kwaliteit bedoel ik, niet betere, dan dit oranje paletje. En de swatches laten dat ook zien. Maar ja, ik ben toch alsnog heel erg benieuwd. En ik ga toch echt mijn best doen, zoals altijd, om gewoon hele goede looks te maken. Ik ga één paletje gebruiken voor het ene oog en het andere paletje voor het andere oog. Dus laten we snel gaan inzoomen op de ogen. Oké, we zijn lekker ingezoomd. De ventilator staat hier rechts van mij. Dus je ziet hier heel de tijd een klein beetje wind. Maar ja,
Ignore that. Ik ga denk ik beginnen met dit groene paletje. Ik vind het wel jammer dat ze geen individuele namen hebben, maar ja, whatever. En ik ga bij allebei de looks dezelfde soort look maken, alleen dan ja, hele andere kleuren. Dus hier ga ik het groene paletje gebruiken en hier het oranje paletje. Ik ga beginnen met het groene paletje. En ik ga beginnen met deze groene matte kleur hierboven. Ik heb al gepruimd met concealer, dus dat kunnen we overslaan. Deze groene kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Oeh, er komt wel gelijk veel kleur vanaf, dat is wel top. Want het zijn heftige paletjes, dus ik wil ook een beetje een heftige look maken. Dus het moet dan wel goed gepigmenteerd zijn. Ik gebruik mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast. Dan breng ik de iets meer donkergroene matte kleur aan. Ook in mijn arcadeboog, om het wat donkerder groen te maken. Oeh, die kleur vind ik echt super mooi. De twee kleuren blenden ook goed in elkaar in. Susu! Hey, kijk eens wie hier is. Susu, ga eens van die bureau af. Nou gaat hij gewoon letterlijk voor mijn neus weer staan. Oké, nou die kleuren presteerden echt een stuk beter dan dat ik dacht. Dan pak ik nog een heel klein beetje van die lichtere groene kleur. Dan ga ik nog een beetje over de randen. Ik ga heel even een halve cut crease maken met concealer. En voor de cut crease gebruik ik mijn Catrice concealer in de kleur 020 Light Beige en mijn NYX Cosmetics nummer 14 kwast. Oké, wat ik dan ga doen, ik wil ook een beetje spelen met deze beetje meer roze kleurtjes en zo. Dat is een glanzende kleur, maar het is echt een hele minimale glans. Ik ga eerst in met deze hele lichte groene glanzende kleur. Het is een glanzende kleur, alleen die andere glanzen meer. Deze glanst maar een heel klein beetje. Die breng ik aan in de binnenste ooghoek. Ik maak ook mijn kwast nat met fixing spray. Dan ga ik in met deze groene glanzende kleur. En die kleur breng ik zo ernaast aan. Oeh, die is heftig. Kijk even dit, jongens. Oké, maar waarom is dit paletje een stuk beter dan dat ik had gedacht? I don't know. En dan pak ik deze glanzende kleur hier. Die glanst wel heel veel. Die pak ik gewoon een heel klein beetje met mijn vinger. Het is een beetje een roze paarsachtige kleur. En die wil ik gewoon een beetje zo in het midden aanbrengen. Een beetje random. Al komt daar niet heel veel van af. Die andere twee kleuren waren heftiger. Ik ga hem even ook aanbrengen met de kwast. Misschien is het dan heftiger. Normaal gesproken is het heftiger met je vinger, maar ja, ik ga het gewoon even proberen. Nee, met de kwast maakt het niet echt verschil. Het is zo apart dat de kleur die het meest heftig lijkt in het paletje het minst heftig is. En dat die andere kleuren beter zijn. Heel raar. Nou, dit was echt super slecht. Dan pak ik weer die twee matte groene kleuren die ik ook in mijn arcadeboog heb gedaan. En die ga ik aanbrengen op de onderste wimperrand. Oké, ik begin wel te merken dat die twee matte kleuren die ik net aanbracht in mijn arcadeboog, dat het hier wel een klein beetje patchy wordt. Zien we dit? Patchy betekent vlekkerig. Je begint hier een beetje mijn huid te zien. Ik ga weer een beetje aanbrengen van deze matte kleur hier. Die breng ik weer een beetje extra hier aan. Om het vlekkerige een beetje weg te halen. Dan ga ik nu in met deze witte matte kleur. En die ga ik dan aanbrengen een beetje in mijn binnenste ooghoek. Dit is by the way gewoon echt een matte witte kleur. En ook een beetje onder mijn wenkbrauw. Oké, nou jongens, het is gelukt. Het is niet helemaal super super gegaan, maar ja, whatever. Dan ga ik nou even beginnen aan het andere oog. Dus ik ga nog geen wimpers doen, niks. Ik ga eerst even dit paletje gebruiken. En ik ga beginnen met deze gele matte kleur. En met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast ga ik deze ook weer aanbrengen in mijn arcadeboog. Als allereerste transitiekleur. Dan ga ik deze lichtere oranje kleur aanbrengen. Die breng ik ook aan in mijn arcadeboog. En dan ga ik in met deze nog fellere kleur. Dit is een beetje een roze oranje kleur ofzo. Ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. En deze gaat ook in mijn arcadeboog. Dan pak ik weer die gele kleur van net. En dan ga ik weer een beetje over de randen om die kleur weer een beetje terug te brengen. Want je zag hem niet echt meer. En dan pak ik ook weer die oranje kleur die ik daarna had gebruikt. En die breng ik aan in het midden. Dan pak ik deze matte kleur hier. En met mijn Zoeva 227 platte fluffy kwast ga ik deze kleur aanbrengen in de buitenste hoek. En dan ook weer hier ga ik een halve cut crease maken. Ik ga nu in met deze groene glanzende kleur. En deze kleur breng ik aan alleen maar hier in de binnenste ooghoek. Ik vind het wel jammer dat ze een groene kleur hebben gedaan in het paletje. Want ze hebben al een heel ander groen paletje waar allemaal groene kleuren in zitten. Ze hadden beter iets van een fel gele of gouden kleur kunnen doen in plaats van deze groen. Maar oké. En dan ga ik in met de iets donkerdere glanzende kleur hier. Deze kleur glanst ook weer zo extreem. En deze kleur breng ik aan over het hele ooglid. Dit is een hele mooie rosé-rozige kleur. Hij brengt ook gewoon goed aan. Oh wauw, mensen, kijk even dit. Heel mooi. Dan pak ik deze lichtpaarse glanzende kleur. Ik vind het groene hier in het begin toch niet echt zo mooi. Dus ik ga deze kleur daar overheen aanbrengen. Om het een beetje te bedekken. Hopelijk lukt het. Oké, nou dit gaat niet zo goed. Het is nou
hier in het begin behoorlijk vlekkerig. Zien we dit helemaal? Je ziet hier gewoon mijn huid en zo. Ik ga even wat meer aanbrengen. Ik pak weer even deze glanzende kleur die ik ook over de rest van mijn ooglid heb gedaan. En die breng ik er gewoon op aan om het hopelijk iets beter te maken. Nou, beter dan dit gaat het hem niet worden. Het blijft hier een beetje patchy, maar whatever. Dan pak ik weer die ene matte kleur hier die ik in de hoek heb gedaan. En die ga ik nou weer hier een beetje extra aanbrengen en inblenden met die glanzende kleur. En die kleur ga ik ook aanbrengen op de hele onderste wimperrand. Oké, hierin is niet echt een hele lichte kleur, geen witte kleur zoals hier. Dus ik ga even weer terug in het groene paletje. En dan pak ik ook weer die witte matte kleur voor in mijn binnenste ooghoek en onder mijn wenkbrauwen. Wel jammer dat dat paletje geen lichte kleur heeft voor dit. Oké, dit is dan de tweede look. Dit zijn dan de twee looks voor nu. Ik vind ze allebei wel leuk. Groen en een beetje rozige oranje. Allebei hele aparte neon felle looks. Wat vinden we ervan, jongens? Vinden we het mooi? Vinden we het niet mooi? Ik ga nou even nep wimpers en zo opdoen. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, dit zijn de ogen dan helemaal afgemaakt met nep wimpers en alles. De wimpers die ik op heb zijn van de Primark, stijl 747. Ik heb ook twee neon oogpotloodjes aangebracht in allebei de waterlijntjes. Waterlijntjes, wat denk ik? Lijntjes in allebei de waterlijnen. Ik heb deze twee neon oogpotloodjes van NYX Cosmetics. De oranje is de Vivid Bright Eyeliner in de kleur She Bang. En deze is in de kleur Hot Dang. Dus dit zijn hele felle oogpotloodjes. En die matchen perfect met deze ooglook. Dus die heb ik aangebracht. En wat vinden we verder van de look? Ik vind ze er allebei gewoon prima uitzien. We gaan even inzoomen en dan ga ik jullie mijn eindmening geven over de paletjes. Oké, nou die groene look matcht echt perfect met mijn top. Super, super leuk. In ieder geval, de twee paletjes. Ik ben heel blij met allebei de looks. By the way, deze wimper is een beetje los in het begin. Maar ik ga toch zo mijn make-up eraf halen, want ik moet een andere video maken. Dus laat zitten. De twee paletjes. Ik vind ze allebei een moi. Voor €1,50 werken ze prima. Je kunt er echt wel gewoon wat leuke lookjes mee maken. Echter vind ik die van W7 beter. En die kosten echt maar een paar euro meer. Dus ik zou eerder die aanraden dan deze. Ze doen het in principe goed, maar ik heb echt niet iets van wauw. En ik heb wel eens bij Action Makeup gehad dat ik echt dacht van wow, dit is echt goed. En dat is bij deze paletjes allebei niet echt. Ik vond dit oranje paletje een tikkietje beter dan dit groene paletje. Maar echt niet absurd beter of zo. Gewoon ietsje. Dus als ik één van de twee aanraad, raad ik zeker deze oranje aan. Ik vind gewoon allebei de looks goed gelukt. Het is niet dat ik iets heb van oh mijn god, ik vind het echt vreselijk. Alleen ja, het zijn gewoon niet echt super goede paletjes. Maar onthoud ook wel, dit zijn paletjes van €1,50. Dat is echt spotgoedkoop. Maar toch zou ik jullie aanraden om gewoon een paar euro meer te betalen. En die van W7 te halen. Maar al met al zijn het gewoon oké paletjes voor die lage prijs. Je kunt er gewoon een leuk lookje mee maken. Dus misschien ook vooral handig voor beginners. Nou mensen, dat was dan de video. Wat vonden we ervan? Wat vinden we van de paletjes? Wat vinden we van de ooglook? Laat me zoals altijd weer beneden in de reacties weten wat je van de video vond. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!